here's the new plan. You're going to start a riot, and we're going to walk out the front door. Ik word gek, wat een idioot. Hou je aan alle voorschriften. En dat zijn de bekende dingen van niet handen schudden. En als je snottert, dan blijf je binnen. Pardon, corona. Maar in het bijzonder ook wil ik je aandacht vragen voor de anderhalve meter afstand. Die anderhalve meter afstand leidt tot een enorme afname van het risico dat het virus wordt overgedragen van de een op de andere persoon. Mensen met elkaar het gezellig hebben. Dat is prima, dat kan ook. Maar hou ook dan die anderhalve meter afstand. Houd de anderhalve meter afstand. Houd die anderhalve meter afstand. Als je die anderhalve meter afstand houdt, het risico dat je het virus overdraagt, neemt dan enorm af. Belangrijk hierbij ook dat je thuis blijft bij verkoudheidsklachten. Pardon, corona. Houd de anderhalve meter afstand. Als je die anderhalve meter afstand houdt, die anderhalve meter afstand leidt tot een enorme afname van het risico dat het virus wordt overgedragen van de een op de andere persoon. Hallo vriendjes en vriendinnetjes. We komen er weer aan. Hallo vriendjes. En vriendinnetjes, het is Grappie en Adriaan. Pardon, corona. Voorzitter. Ferdi, waarom hel je nou? Het is passie. Jongens en meisjes, dat is niet zo leuk. Die verdomde clown in die achterbaat. Hey baas, die clown in die achterbaat zit achter ons aan. Ze willen ons een bekeuring geven van 390 euro. Wat zeg je baas? 390 euro. Oh, 93 euro, zeg dat dan. Dat zei ik toch, ben je doof? Nee, ik hou niet van rood. Wie heeft haast? Dat kan geen zuivere koffie zijn. Achter hem aan. Hallo AB, hier wagen 4. Wacht te volgen een rode auto die met hoge snelheid door de stad heen rijdt. Waarom krijgen we een bekeuring, baas? Wij zijn anderhalf meter criminelen. Pieces of shit. Het is die dag niet goed gegaan met betrekking tot de coronamaatregelen. Ferdi, waarom huil je nou? Voorzitter. Ferdi, waarom huil je nou? We hebben er thuis over gesproken. We zeiden tegen elkaar. Wij zijn toch geen ASO met ons feestje, schat? Ik vind je alleen een beetje ASO als je weer een scheet laat onder de dekens. Kutwijf. Zeiden tegen elkaar. Je vergeet 's ochtends vaak door te trekken. En na 2,5 uur komt er nog blauwe walm vanaf. Ik zeg toch ook niks dat jij je onderbroek in de snelkooppan wast omdat die vlekken er niet meer uitgaan. We hebben er thuis over gesproken. Ik vind mezelf helemaal niet ASO. Ik ga straks lekker gezellig met Markie naar de Wallen. Lekker veilig 1,5 meter seksen beoefenen. Ik zou maar genoeg geld meenemen. Hoezo? Duurt al 3 uur voordat je me omhoog kreeg. Waarom zeg je dat in het openbaar? Nu kan iedereen het horen. En nu word ik heel verdrietig. Ferdi, waarom huil je nou? We hebben er thuis over gesproken. Je hebt ongelofelijke zweetvoeten. We zeiden tegen elkaar. Is er ergens een play in die tent hier? Oh nee, niet weer hè. Ik zal even gasmaskers halen voor onze gasten.
En ik zal ze vragen om social distance te houden van de toiletpoort. Zij tegen elkaar. Hadden we het maar met z'n tweeën gedaan. Dat wil ik nog gezegd hebben. Ferdy, waarom huil je nou? Zeiden tegen elkaar. Je bent vreemd gegaan. Die baby lijkt helemaal niet op mij. Volgens mij ben je vreemd geweest met mijn broer. Baby! Baby! Voorzitter. Ferdy, waarom huil je nou? Corona. En ik kan me alleen maar één ding zeggen, als je nu in deze omstandigheden een huisfeest houdt waar gewoon iedereen dat kan raden dat het niet mogelijk is om die anderhalve meter aan te houden, dan ben je een stel aso's. Ik zeg het gewoon keihard, dan ben je echt een stel aso's. Doe dat nou niet, het gaat erom. Kijk, jongeren die zeggen, wij blijven gewoon keihard feestjes houden, daar zeg ik van, hoor, daar ga ik het gesprek niet mee aan. Daar gaat gewoon de politie gaat, zoals dat heet, handhaven. Dan vind ik, als je dan toch een feestje geeft, dan ben je wat mij betreft een aso. Een aso, dat is niet een modern begrip, dat kennen alle generaties. Dan ben je een stel aso's. Ik zeg het gewoon keihard, dan ben je echt een stel aso's. Doe dat nou niet, aso's.